Goedemorgen. Het is alweer dinsdag. Nou ja, alweer dinsdag, maar het is dinsdag. Dus, wat ga ik weer vandaag doen? Ik ga vandaag weer lekker trainen. Ik heb een paar ideetjes in mijn hoofd, maar het is voor latere zorg. Nou, wat heb ik onder ons ontbijt? Als ontbijt heb ik het normale trainingsgedoe. Twee eitjes en een kom met Griekse yoghurt, havers, vlokken en kaneel. Dus ik maak het vandaag niet zo lang, want ik ga vroeg beginnen, want Jeannette komt vandaag en Wim zijn ook vandaag komen. Tenminste op trainingen dan. Ja. Het is eigenlijk windstil en het is ook droog. Dus, nou, dus dit is het voor vanmorgen. Ik zie u later. Een goede middag. Ja, ik ben weer thuis van trainen. Ik heb weer met de big boy buikspieroefeningen gedaan. Heb ik al aan 100, nee, wel meer, iets van 200 buikspieroefeningen. Nou, voor de rest heb ik aan mijn rug gewerkt en ik heb 35 minuten gelopen, 35 minuten gefietst, nou, naar mijn rug gewerkt. Dus, nou, Wim die kwam nou ook van, we gaan begin januari gaan we het krachthonk in. Dus, nou, dan gaan we nog even iemand zoeken die ons wegwijst, maakt, daar zo. Je ziet namens een instructeur, die doet het wel, mijn PR, mijn, ja, Paul. Dus, nou, dus dan gaan we. Wat heb ik als lunch? Ik had geen trek in sla of soep. Ik heb drie crackertjes met, met kaas, eentje met kaas, twee met salami. Ik heb geen zin om, om nog een bordje erbij te pakken. Dat, ik eet ze even zo op. Jeannette die komt ook zo, dus alles hurry. En dan kan ik even lekker douchen. Mijn buik doet zeer. Dus. Nou, ik ga even eten en ik zie jullie later. Zo. Een goedenavond. We zijn weer aangekomen bij het item. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond. Gegrilde. Ik heb de knie. Een stuk iets in mijn keel. Een gegrilde biefstuk. Met tomatenmals, salsa en spersiebonen. Wat hebben we nodig? Nou, ten eerste één biefstuk, chili saus, spersiebonen, twee tomaten, goede salsa, een beetje olie om te bakken. En dat is het. Dus, van de tomaten kruisen we even in en met water zetten we het velletje eraf en dan gaan we de zaadlijsten en dan van de stukjes met de chili saus maken we dan een salsa van. De biefstuk wordt ook ingevet met chili saus. Dus koken de spersiebonen en die snijden we door de helft en dan hebben we weer heerlijk en dan doen we een klein beetje rijst erbij. Dus dat is hem en u vindt het recept weer op robertswereld.nl/wordpress2.
Ik zie u zo meteen aan tafel. Goedenavond, we zijn weer op tafel. Mijn buurman is er ook weer, u hoort het. Aan de schuurmachine, ik word er helemaal gek van. Maar ja, die mensen willen een paleis maken hierboven. Dus, zijn al twee dagen bezig met de schuurmachine. Of twee maanden bezig met de schuurmachine. Ik geloof dat ze de verf erop is, dan gaan ze het weer afschuren. Maar ja, maakt niet uit. Wat heb ik gedaan vandaag? Nou, ik heb vandaag mijn bek, oftewel mijn rug, getraind. En met de landmachten officier, zo noem ik hem altijd maar. Want hij heeft altijd zo'n shirt aan met kom bij de landmacht. Getraind aan mijn buikspieren. En hij gaat ons ook helpen als we zo meteen het krachthonk ingaan. Ja, wat heb ik als eten? Nou, ik heb heerlijke spersiebonen met een salsa, tomatensalsa. Daar zit chili saus in, Japanse, Chinese, die is een beetje heet. Er zit een navelbrandertje in. En ik heb biefstuk, gegrilde biefstuk en een klein beetje rijst erbij. Dus dat is het. Wat ga ik vanavond doen? Nou, ik weet het echt niet. En, ja, de PvdA in jou zit de laatste tijd een beetje rustig. Alleen Asscher, meneer Asscher, die Amsterdam kapot heeft gemaakt, had nu onzichtbare werklozen. Je hebt werklozen of je hebt geen werklozen, maar hij heeft onzichtbare werklozen. Wat hij daarmee bedoelt, weet ik niet, maar... Nou ja, en dan Saoedi-Arabië, dat is onze handelspartner, maar steunt wel IS. Dus dan denk ik bij mij eigenlijk van, stop er door eens mee met die flauwekul van Rutte. Zit niet zo te kutten. En die drink je ook. Hè? Dus, nou, en de PTT, of tenminste de postbodes, die worden ook een soort wijkagent. Je moet er de boel in de gaten houden. Nou, het begint op stage te lijken. Oost-Duitsland. Iedereen houdt iedereen in de gaten. Wat is nou eerst eens even al die Saoedische moskeeën sluiten. Dan slapen wij ook wat veiliger. Maar ja, dan kom je aan het geloof. Ja, nou laten we de kerk ook maar gelijk sluiten, hè. Dat is ook allemaal bijgeloof. Dus, mijn geloof, heb ik er nooit iemand over gehoord dat daar vechtpartijen over zijn geweest, boeddhisme. Dus het is heel vredelievend. En, nou ja. Nou, morgen is woensdag, dus een lekkere rustdag. Dus, nou, ik wens u een prettige avond.